Goedenavond allemaal. Welkom in op de PBY. Ik wil vragen of je erbij wil gaan staan. En samen met ons mee. We glorify. Risen, he is risen. King Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Zijn jullie er klaar voor? Amen. Woo!
Yeah.
Jesus is greater, we can
Ik zie, het is onmogelijk om van elkaar te weten in welke situatie je op dit moment verkeert. Het is onmogelijk voor mij om te weten welke berg jij vandaag, deze week, dit jaar nog te lijf moet gaan. Maar God weet alle dingen. Amen. Bij Hem kunnen we onze zorgen en onze problemen, onze bergen, onze dalen neerleggen. En bij Hem is er overwinning. Net op het moment dat jij denkt dat er geen uitweg meer is, dat er geen oplossing meer is, dat je eigenlijk op wil geven. Je wil zeggen, ik zie het niet meer zitten, ik weet niet hoe dit verder moet. Dan is Jezus daar. En Hij zegt tegen ons, en ieder, game over is no option. Er is altijd een uitweg. Amen. Er is altijd een oplossing. Zolang je op Jezus Christus ziet, vertrouwt, halleluja, is er altijd een oplossing. Dus neem je berg in gedachten. Halleluja. En de komende momenten spreek je tegen die berg. Want hij moet wijken. Amen. Bij het horen van de naam van Jezus Christus moeten bergen wijken, zegt zijn woord. Halleluja. Dus dit is het moment om het bij hem neer te leggen. Rabra sando robro sekere la rabra hendes. Let him take over. Let him take over. Take authority. Speak to the mountain. You gotta move, you gotta move, you gotta move. Take authority. Speak to the mountain. You gotta move, you gotta move, you gotta move. Take authority. This is the time to take authority. The mountains must move. The mountains must move. Your mountain. Your mountain must move. Your mountain must move.
moving ahead. I'm here to declare to you, my past is over in you. All things are made new. Surrender my life to Christ. I'm moving forward. Second chance.
Love above all else, my purpose remains.
más soy ando. Vendele más soy o para sí. Shubara masando robo sende vai. Son para machine de demayute. Son baba mayando robo sende de. Sumbra na 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 ya sopote. Shunda la 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 ya sopopoi. Sibriando sto no brasanda da da da. Shoma na 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 ya raba sototo. Shumba mayondo robo sende de. Shumba ramasaya taranosto do. Son papara yando robo shindere. Son maramashura mama sototo. Sen para yando robo shindere. Zing een lied met je geest. Zing een lied met je geest. Zing een lied vanuit je geest. Zing een lied vanuit het diepst van je wezen voor onze koning. Rebrosando robro se abbracciando rodo rodo e laat het zijn als een rivier uit je binnenste. Een rivier van aanbidding die opstijgt naar de troon van de hemel. Om hem de glorie te geven die hem toekomt. Subaranamaya mamasu. Subaramasu paramai. Jesus, we need you more and more. U komt door de glorie. Jesus, we need you more and more. Heer, u bent onze eregast vanavond. Heer, u bent onze eregast vanavond. We danken u voor uw tegenwoordigheid, koning. Heer, we danken u dat u hier bent in ons midden, Heer. Heer, we zijn hier om u te ontmoeten, koning Jezus. We zijn hier omdat u hier bent, Heilige Geest. Heer, we danken u dat uw tegenwoordigheid hier tastbaar is. Weet u, dit zijn momenten om niet zomaar voorbij te laten gaan. Dit zijn momenten om zaken te doen met God. De Bijbel zegt, in zijn tegenwoordigheid is zijn kracht verborgen. Je kan op dit moment, terwijl zijn tegenwoordigheid hier zo voelbaar en tastbaar aanwezig is, kun je hem als het ware aanraken. Met geloof in je hart. Om een situaties op te lossen. Die in het natuurlijke onmogelijk zijn om een oplossing te vinden. In zijn tegenwoordigheid is een tijd van verfrissing. In zijn tegenwoordigheid is zijn bovennatuurlijke glorie aanwezig. En in zijn glorie is alles wat je nodig hebt. Het enige wat je hoeft te doen is, net zoals de vrouw met de bloedvloeien, is door je denken heen gaan. Door je natuurlijke omstandigheden je heen worstelen. Om naar Jezus toe te lopen en hem aan te raken. Wetende dat als je hem aanraakt, dat daar die doorbraak is. In de aanraking van Jezus is een doorbraak. En raak hem aan vanavond. Wat je ook nodig hebt. Wat je ook nodig hebt. Welke nood je ook mee bent gekomen. Raak de koning de koningen aan. En ontvang de doorbraak uit de troonzaal van de hemel. Want hij is hier. Hij is hier met zijn glorie. Hij is hier met zijn glorie om jou te helpen. Hij is hier met zijn glorie om tijden van verfrissing over je leven uit te laten breken. Laat dit moment niet voorbij gaan. Maar raak hem aan. Raak hem aan. Raak hem aan. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Heer. Dank u, machtige koning. Dank u, koning Jezus. U bent de doorbreker, Heer. U bent de doorbreker, koning. Just.
koning. Dank u dat u hier bent, Heer, vanavond. Heer, omdat u hier bent, is deze avond de moeite waard, Heer. Heer, omdat u hier bent, koning, is game over, no option. Heer, want u bent de doorbreker, koning. Heer, u bent de doorbreker en we mogen achter u aanwandelen in een leven vol doorbraak, koning. En we danken u, koning Jezus, voor uw tegenwoordigheid. Halleluja. 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 De Bijbel zegt, wees stil en weet dat ik God ben. En in een tegenwoordigheid als deze, is stilte bijna het mooiste geluid wat er is. Want je kan in zo'n tegenwoordigheid gewoon stil zijn en zijn liefde tastbaar ervaren in je hart. Gewoon ervaren dat Hij God is. Dat Hij van je houdt en dat Hij hier is om jou te ontmoeten. Geest een jonge man. 3 dagen geleden heb je iemand ontmoet en de persoon heeft je een voorstel gedaan. Het is levensgevaarlijk om erop in te gaan. En dat weet je ook. Ja, je bent hier. 3 dagen geleden. Exact 3 dagen geleden. Je bent met iemand in contact gekomen die heeft een bepaald voorstel gedaan. En je weet dat het niet goed is. Ik zal er niet op ingaan, want je weet niet waar je aan begint. Of je begint ergens aan, maar je eindigt, je weet niet waar je eindigt. En ik nodig je uit om na de dienst met me te komen praten hierover. Ja, je bent hier. Dank u, Jezus. De weg van God is het beste. De weg van de Heer is het beste. Ook voor jou geldt game over, no option. Ah, dank u Jezus. Dank u Jezus.
Het volgen van de Heer brengt grote vreugde. De andere kant op gaan brengt groot verdriet. God doet je geen verdriet, je doet jezelf verdriet. God wil je blijdschap geven. En overwinning en power. Dank u, Jezus. Wauw. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Van harte welkom bij de PPY. We zijn blij dat jullie hier zijn vanavond. Wie is er enthousiast over het zijn in Gods tegenwoordigheid? Amen. Amen. Hij is zeer, zeer goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid, zegt de Bijbel. En we zijn zo dankbaar om hier bij hem te mogen zijn, in zijn tegenwoordigheid. Ik wil speciaal degenen die hier vanavond voor de allereerste keer zijn, begroeten. Dus mag ik je hand zien als je hier vanavond voor de allereerste keer bent. Dankjewel, ik zie je hand. Dankjewel, ik zie jullie handen. Van harte welkom. Geef ze een goed applaus. En we geloven dat vanavond een levensveranderende avond voor jullie gaat zijn. Een levensveranderende avond. Een avond die de koers van je leven letterlijk gaat veranderen. Amen. Amen. Ik wil... Noteer vast in de agenda. Dus zet het vast in je agenda. 28 mei, 8 uur, zelfde plaats. Volgende PPY, ik weet niet of het op de beamer kan komen. Ik heb het ook hier. Not ruled by circumstances. Niet geregeerd door omstandigheden. En dat is een vreugde voor een christen om te weten dat je niet geregeerd wordt door omstandigheden, maar dat jij over de omstandigheden mag regeren. En we kijken er nu al naar uit om dat te horen volgende maand.